En welkom in de studio. Ja, dat was een pittig begin van deze plenaire vergadering. De vraag werd gesteld door Vlaams Belang of het wel veroorloofd is dat parlementsleden die aanwezig waren op de betoging verleden zondag, dat die nu wel deze plenaire vergadering mee bijwonen. Zou er geen risico zijn voor de verspreiding van corona? Ook partijen uit de meerderheid, CD&V en N-VA, treden die bedenking bij. Bij ons Karel van Louwen, Vlaams parlementslid en Brusselaar. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Ja, meneer Van Louwen, overigens, u bent zelf COVID-19-patiënt geweest, tot en met een zware longontsteking. Dat was eind maart, dacht ik. Is het onder meer daarom dat u bijzonder bezorgd bent wanneer u deelnemers van de betoging hier in dezezelfde vergadering ziet? Of is dat een politiek spel al wel? Nee, ik ben daar zeker bezorgd over. Ik ben inderdaad COVID-patiënt geweest. Ik ben ondertussen genezen. Ik heb inderdaad goede testen ondergaan. Maar ik ben zeker bezorgd als ik gezien heb hoeveel mensen en wereldwijd dat eigenlijk de piek nog steeds niet voorbij is, dan denk ik dat het totaal onverantwoord was dat er een betoging was en tegelijkertijd politici die daaraan bezig waren, die de social distancing niet konden respecteren, de sociale afstand niet konden respecteren, dan naar vergaderingen gaan, doodleuk, eigenlijk de kans hebben om ook andere collega's te besmetten. Dan denk ik dat die collega's in de zelfquarantaine moeten gaan. Collega's van verschillende andere partijen, er is één iemand die het wel doet. Maar dan denk ik dat men verantwoord optreedt door afwezig te blijven en de vergaderingen volgt via Zoom, online vergaderingen, zoals mogelijk is. Maar blijkbaar vinden sommige partijen van de PvdA onder meer dat men inderdaad naar vergaderingen kan gaan nadat men naar die betoging is geweest. En dan dus eigenlijk, zonder dat men die regels ooit gerespecteerd heeft, gewoon alles verder kan blijven doen. En dat op die manier wordt natuurlijk de druk op onze zorgsector, op onze ziekenhuizen, opnieuw veel groter. Ja, Hannelore Goeman, fractieleider van SPA, die liet maandag al meteen weten dat zij zichzelf 2 weken in quarantaine plaatst en volgt dit dus online. Tegelijkertijd, ja, hoor je meneer Daze, fractieleider PvdA, die deelnam zondag zeggen, wij hielden voldoende afstand, we hadden mondmaskers en eens het te druk werd, hebben wij het event verlaten. Tegelijkertijd hier in deze plenaire zaal wordt wel afstand bewaard. Je zou kunnen zeggen, dat is coronaproof. Of misschien is het er vooral om te doen dat er een signaal moet zijn naar het brede publiek dat dat de consequentie is? Nee, men is natuurlijk absoluut niet consequent. Gedurende vele weken geeft men kritiek op de Vlaamse regering over het feit dat er te weinig wordt gedaan voor de zorgsector. Maar ondertussen gaat men dus zelf eigenlijk die risico's aan en gaat men zelfs naar zo'n een superverspreider, zoals men dat noemt. Eigenlijk zo'n massabijeenkomst is een superverspreider. Heel wat mensen samen. Inderdaad, velen droegen een mondmasker, ja. Maar de sociale afstand is nooit gerespecteerd. En natuurlijk is het dan onverantwoord dat men gewoon verder doet en men niet in de zelfquarantaine gaat. Even naar uw vraag. U had het over het vandalisme dat we daar zagen, waar we getuigen van waren op televisie. Je hoort natuurlijk zeggen dat is uiteindelijk gebeurd door een kleine groep. Dat gebeurde bovendien na de eigenlijke betoging. Ja, als het 100 amokmakers waren op 10.000 betogers, is dat 1%. Fixeren we, kijken we niet al te zeer naar die groep relschoppers die het verpest voor al de rest die er kwam, zat met een nobele boodschap. Wel, ik denk door die betoging hebben we nu eigenlijk gezien dat de strijd tegen het coronavirus, dat men daar een middelvinger tegen opstak. Maar tegelijkertijd, de strijd tegen racisme wordt hiermee niet gediend. Er moet inderdaad gevochten worden tegen racisme met de gepaste maatregelen. Maar dit was op dit ogenblik niet het juiste middel. 10.000 mensen die bijeenkomen, terwijl we uit heel strenge maatregelen komen, waarbij we bubbels van 4 mensen mochten, waarbij we ouders, grootouders niet mochten gaan bezoeken, niet in woonzorgcentra mochten gaan, niet in ziekenhuizen mochten gaan en ondertussen dan toch een betoging organiseren, dat is gewoon onverantwoord. Dus u zegt eigenlijk, los van die rellen die er waren en die het hele gebeuren overschaduwen, het is tout court die betoging, deze manier van een boodschap geven, die eigenlijk in deze de zaak tegen racisme niet heeft gediend. Dat anders gemoeten. Inderdaad, dat heeft de zaak tegen racisme niet gediend op dit ogenblik. Men kan en moet geregeld signalen geven, maar niet wanneer we in een coronacrisis zijn. Wanneer die betoging dan nog totaal uit de hand loopt met rellen. En laten we eerlijk zijn, dit waren geen enkelingen.
Er zijn 239 arrestaties gebeurd. Er zijn meerdere tientallen wagens beschadigd. Er zijn winkels geplunderd. Er is een poging tot brandstichting. Er zijn bushokjes. Ik ben zelf als Brusselse Vlaming de dag nadien gaan kijken. En dan is er een burgemeester die eigenlijk zegt, ja, we zouden dit toch opnieuw toelaten. We zouden dit impliciet tolereren. Dat is slecht beleid. Dat is laxistisch beleid. Maar de rellen vloeiden natuurlijk voort uit het feit dat men nooit opdracht heeft gegeven om die betoging eigenlijk te ontbinden. Dat men geen opdracht heeft gegeven om op tijd in te grijpen. Toen de rellen begonnen op verschillende plaatsen, dat aan het Koningsplein, aan de Matongewijk, heeft men nagelaten om in te grijpen. En dat zijn vragen die aan burgemeester Kloos worden voorgelegd nu op dit moment natuurlijk. Even over de kern van de zaak, want zo noemde uiteindelijk minister voor Brussel Benjamin Dalle. De kern van de zaak is natuurlijk dat je duizenden geëngageerde mensen hebt die op straat komen, tot 10.000. Dat er een wereldwijd debat over racisme is naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd. Wat je dan wel merkt hier in het parlement, is dat van de 16 vragen bijvoorbeeld die hier vandaag worden gesteld, die hier voorgelegd worden, er geen enkele vraag gaan over racisme, dat probleem as such. Maar inderdaad, de strijd tegen racisme, die steunen wij ook vanuit onze fractie. Maar de strijd tegen het coronavirus, die is ook actueel. Die moet ook gestreden worden. En daar stellen we vast dat niet de juiste maatregelen en niet de juiste actiemiddelen genomen worden. Dus ik denk dat dit onverantwoord was op dit ogenblik. Maar dat wil niet zeggen dat we hier vanuit het Vlaams parlement geen stappen zullen ondernemen. Meehelpen aan een actieplan tegen racisme. Er zijn in Vlaanderen al heel wat initiatieven genomen. En is er zoiets in de maak, een specifiek afdoend antwoord op de frustraties die we nu zien en de vragen die nu opborrelen in de samenleving? Er zijn verschillende initiatieven in de maak. Wij zullen daar zeker vanuit onze fractie op een heel positieve manier aan meewerken. Maar natuurlijk gaat het erover dat de actie die gevoerd werd met 10.000 mensen niet het geschikte middel was. Wij als politici moeten en zullen onze verantwoordelijkheid opnemen, maar dat moet op een verantwoorde manier gebeuren. Op een manier die doordacht is, op een manier die breed gedragen is. Zoals ik nu gezien heb, zijn er heel wat mensen die de strijd tegen racisme steunen, maar die wel degelijk die massamanifestatie, die superverspreider die het eigenlijk was, afkeuren en dan ook zien dat er zoveel rellen waren door toch niet zomaar enkelingen, door toch wel heel wat mensen die daaraan hebben deelgenomen. Maar daar moeten we ook hard durven tegen optreden. Maar ik blijf erbij, ook de strijd tegen racisme zullen wij mee ondersteunen en de nodige maatregelen nemen. Ja, dus je komt daar, die zondag is eigenlijk, dat bleek dan een verliesdag in de strijd tegen corona, ook tegen het racisme door de rellen nadien. Maar dat hier in het parlement de boodschap wel is aangekomen. Zeer bedankt voor dit gesprek, meneer Van Lauwen. Blijft u nog zeker bij ons. We keren zo meteen terug naar de koepelzaal. Straks gaan we het hebben over de maatregelen die het expertenteam voorstelt om eventuele tweede golven van corona, om broeihaarden van besmettingen, om die zo snel mogelijk op te sporen en in te dijken. Naar de koepelzaal dus eerst en ik zie u graag straks terug.